Ik heb Jamira ontmoet, heel saai op een plek. Hallo, dit is een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Dat je kijkt, het is vandaag woensdag, dus tijd voor een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik ben hier met Jamira, Ines en Kiara. En vandaag gaan wij testen hoe goed wij elkaar wel kennen. En vandaag doen wij dat met de Best Friend Tag. Nee, jij gaat kijken hoe goed jij ons kent. Ja. Niet andersom. Jij moet. Ja. Het is gewoon. Gaat om jou. Het gaat om mij. Ik moet de vragen beantwoorden over ieders persoon. Ja, zo. Whatever. Dus let's go to the video. Vraag nummer 1. Vraag nummer 1. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Begin maar met Jamira. Ik heb Jamira ontmoet. Dat heb ik ooit een keer al verteld in een video, maar ik weet niet zeker of jullie dat nog weten. Ik heb Jamira ooit een keer ontmoet toen wij naar Be Brave gingen. Maar volgens mij ken ik je al best wel lang, maar via Instagram. Ik ken je al van kleins af aan, ja. Ja, maar we zijn nooit met elkaar opgegaan op het begin. En toen had je op een gegeven moment een reactie geplaatst op Instagram of iets met Be Brave, ik weet niet meer. Het was in ieder geval bij Be Brave. Het eerste concert 10 mei 2014 gingen we eigenlijk naar een keer naar Be Brave. Ines heb ik leren kennen via school, via staand als college. Krakeel. Polderweg, ga er nooit heen, want het is echt een kutschool. En Kiara ken ik al bijna heel mijn leven. Maar een grappig verhaal is dat Kiara en ik elkaar niet mochten. Maar toen we naar Be Brave gingen, en toen dacht ik van oké, ik vraag Kiara ook maar gezellig even mee. En ze zien me ook elkaar. Vraag nummer 2. Wat is jullie favoriete herinnering? Oh my god. Bij Jamira zijn er zoveel. Oh. Maar ik denk toch wel mijn favoriete herinnering. Aan de ene kant wil ik die ook best wel weer vergeten, maar ook weer niet. Dat is dat moment dat we bij. Nee. Oh. Bij de verjaardag van de oom van Kaiser ofzo. Dat was echt zo leuk. Hashtag nat. Carmen kreeg een hond op haar schoot. Jamira die was de hele tijd aan het staren. En ik die zat echt zo awkward. Oké, ik durfde echt niks meer te zeggen. En ook het nachtlab vond ik ook heel erg leuk. Dus we hadden eigenlijk twee hadden we er. Met Ines, favoriete herinnering. Ik weet wat je gaat zeggen. Ik denk toch wel en met Kiara heb ik er zoveel meegemaakt dat ik niet weet wat het leukste was. Vraag nummer 3. Ik weet nog. Kippie. Mijn moeder ging het dansen. Oké, volgende vraag is. Wat is de droombaan van de ander? Oh, van jou iets met modellenwerk of whatever. Mijn droombaan. Ja. Van Ines stewardess. Stewardess? Nee, serieus. Wat denk je? Nee, ik denk iets van modeontwerper of zo. Forever 21. Wat dan? En Kiara denk nee, ik, ik denk dat Kiara iets van een schooljuf wordt of zo. Nee, nanny. De nanny McFriend. Wat is de favoriete make-up merk van anderen? Bij jou weet ik het. Yves Saint Laurent. Ja. Chanel. Nee. Je hebt het ooit een keer gezegd. Fuck. Yves Saint Laurent, sowieso. Mac. Ik heb maar één Mac ding. Sowieso Yves Saint Laurent, dat weet ik. Ja. Sowieso, maar ik weet die andere niet meer. Ik ook niet meer. Nee, volgens mij van jou is dat Maybelline. En Max Factor. L'Oreal. L'Oreal. Essence. Catrice. Rimmel. En bij jou denk ik toch wel Essence en Catrice. Kiko! Nee, ik weet het beter. Oh ja, ben jij ook Kiko? Ja, ze is vandaag bij mij, zeg maar. En ze krijgt een tasje. Of heeft ze duizenden tassen in haar kamer staan? Oh my god. Dan heeft ze duizenden tassen in haar kamer staan. En wat neemt ze mee? Een Kiko-tasje. Volgende vraag. Wat is iets dat je irriteerde aan de andere persoon? Oh, bij Jamira is. Alles, wedden! Nee, bij Jamira is dat ze. Dat ze heel de tijd. Als het gezellig is. Dan, en ik wil graag naar huis en ik ben moe en whatever. Dan is de wereld en nee, jij bent echt een pretverderver. Maar dat is toch ook zo? Ja. Heb ik het eindelijk naar mijn zin en dan zeg ik, meneer, kom, we gaan naar huis. Dan zeg ik, nee, ik heb het net naar mijn zin. Ja, maar ik niet. Ja, fuck jou dan. En vervolgens is het dan 2 uur 's nachts, moeten we fietsen naar huis. En het grappige was, omdat we de trein een keer hadden gemist, dat we op de Haag Centraal stonden.
en dat wij naar Hollandspoor moesten. Nee, we waren op Hollandspoor en we moesten naar Den Haag Centraal. Dus nee, we stonden op Den Haag Centraal. We stonden toen voor die dichte deur. Nee, dat was bij Den Haag Centraal. We kwamen bij Hollandspoor aan. En bij Ines, waar ik me irriteer, dat ze altijd zo... Soms dan, is het, dan denk ik, dan heb ik echt zo'n KUT-bui. En dan komt Ines zo, ha, ik ben vrolijk. En dan denk ik, wat? Ines, stop. Maar dat is toch ook leuk, we worden ook weer vrolijk. En bij Kiara irriteer ik me aan... Eten, ik heb altijd dat, nee, dan is het zo van, we lopen in de stad, hè. Dan hebben we net gegeten bij de McDonald's. 2 seconden later, zullen we eten? Ik heb honger. Ik heb zoveel zin in Burger King. Ja. En dan lopen wij, zitten wij, nee, maar wij hebben zin in Mac. Nee, ik ga naar Burger King, nee, ik hoor. Ik mis geen Burger King. Oh, McDonald's ook goed. En voor de rest zijn ze alle drie schatjes. Dus ja, zo. Oké, als je de ander ergens mee naartoe zou kunnen nemen en naar welk land slash stad zou je diegene meenemen? Met wie? Gewoon. Nee, maar oké, ik ga hem even al aanpassen. Ja. Oké, met wie ik dan zou gaan en wie dan diegene mee zou nemen naar dat land? Dat ga ik. Oké, met Jamira denk ik dat ze of Samuel, Jerenzo, Jeroen meeneemt. Zo, wie allemaal? Samuel Leijten van Big Brave. Jeroen van Holland en Jerenzo Slingerland, denk ik. Slingerland. Slingerland. En ik denk toch dat je naar Amerika gaat. Hé, hey, hoe weet je dat? Dat is echt creepy gek! What the fuck? Met Ines naar... daar zijn we dan denk ik al Joe Suck in Engeland. En met Kiara... met iedereen, elke jongen. Nee, Kai van der Voort, ook van Big Brain. En dan echt naar een onbewoond eiland. Waar allemaal mensen woont. Eiland. Staat niet voor je deur. Ik wist hem niet meer. Volgende vraag. Wat is het favoriete liedje van jou? Van, oh my god. Van jou, ja, bij jou is het altijd verschillend. Als ik Snapchat zie, dan is het of weer Charlie Putt. Of Jam. Nee, ik heb 1 liedje dan mijn favoriete liedje. Oh my god, ik ben het vergeten. Hint. Het is niet zo bekend. Ken ik niet. Van Kiara is het... ik weet niet of het staat hier. Justin Bieber. Justin Bieber met Sorry. No. En die van Jamira is 5 Seconds of Summer. En dan met Dikke Lul. Dikke Lul, 3 Bierman. Hoppatee. Nee. Nee, ik denk die Break. Nee. Oh, grappig. Deep Fine. What's your favorite song? Oh, deze is makkelijk. Oké, deze vraag is, draagt de ander liever broeken of jurkjes? Broeken, rokken, jurkjes, broeken. Yes. Yeah. Kijkt de ander liever naar comedy, horror of meidenfilms? Jij, sowieso meidenfilm? Nee. Horror? Ja. Sowieso meidenfilm? Nee. Comedy? Comedy, gewoon iets wat je aan de lachen maakt. Ik haat het zo erg, dat vind ik zo nep soms. Horror, ja. Ja, ik vind dat zo nep. Volgende vraag. Bla bla bla. Ieuw, loop het op. Eet de ander iets heel raars. Ja, dat klopt. Jamier, ik hoop dat de chocola in de thee. Chocola? Chocola is zo lekker. Even serieus, maar weet je wat ik ook heel raar vind? Van die mensen die dan zeg maar... bijvoorbeeld een patatje in een milkshake doen. Ik weet echt niet wat daar lekker aan is. Dat is echt vies. En vooral een patatje met veel te veel zout en dan in de aardbeien shake. Maar bij Kiara weet ik het dus niet. Kiara die. Nee. Kiara die vindt alles lekker. Stamppels. Oké, we schrijven elkaar in één woord. Oeh, ik denk dat Jamira. We schrijven elkaar in één woord. Kut kind. Nee. Jamira is. Gewoon kut! Eén woord, kut! Jamira, als ik Jamira in één woord moet beschrijven, ik denk... heel natuurlijk, nee. Altijd, nou niet altijd vrolijk, maar... Één woord, niet 500 woorden, één woord. Enthousiast. Ja, Ines. Altijd happy. Eén woord. Happy. En Kiara chagrijnig. Nee, Kiara is oprecht, denk ik. Ze houdt er niet van als mensen tegen de liegen of zo. Ze zegt altijd alles eerlijk. Dat vind ik leuk. Dat vind ik echt wel heel chill. Want ik ben iemand die echt zijn mond houdt of zo. Als hij iets wil zeggen of zo. Als bijvoorbeeld, ik zeg maar wat hè. Ines heeft lelijke schoenen aan. Dan zeg ik, oh wat leuk. Maar eigenlijk... Ze doet dat niet zelf. Echt
gewoon ze lelijk. Dat wil ik ook, dat je zegt dat ze lelijk zijn. Zijn je nou nee, nee, maar meestal zijn je schoenen wel heel erg leuk, hoor, daar niet van. Meestal. En als ik bijvoorbeeld een inkomen. Oké, maar wat is een eigenschap van mij? Wat ik, dat ben ik daar niet. Nou, jij. Je eigenschap. Jij bent jezelf. Wat is een eigenschap van mij? Langdradig. Lekker je pizza. Quint is pizza aan het eten hier. Eigenschap van jou. Hongerig? Nee. Mag ik het zeggen? Ja. Dat je niet meer verschaamd hoe jij bent. Je bent nu gewoon jezelf. Schaamteloos. Ja. Oh, ik heb geen schaamte. Ik ga rustig op de dammen met mijn blote buik. Nee. Nee, zo bedoel ik niet. Jij trekt voor niks van de avond. Ja, mensen zeggen. Mijn batterij is bijna leeg. Dus ik ga de video afkappen. Bedankt voor het kijken. Afkappen. Bam. Afkappen en ik zie jullie volgende keer weer. Vergeet me niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En ik wil jullie nog als laatste even zeggen dat er een nieuwe app is genaamd Peppum. En daar kan je me op lekker volgen voor backstage beelden en voor een andere soort video's. Dus kijk er even zeker naar. Doei!